Goedemiddag, Ferry Logister. Goedemiddag, Roger. En wat leuk dat je er bent, man. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel voor je uitnodiging. En je gaat een stukje dirigent spelen hier. Ja, dat, dat hoort bij het interview. Ja. Dat hoorde je ook net, hè? Staat ja. In het contract. Ja, ja, maakt niet uit. Nee, maar we doen het op de radio en zenden het meteen ook op televisie uit. Dus ik vond het wel leuk om je dadelijk ook even aan het werk te zien. Ja, hoe word je dirigent bij een harmonie, Ver? Waar ligt jouw inspiratie om dat te gaan doen? Nou, het is een tijdje geleden. Als mijn muzikale roots liggen in Schaarsberg, bij het Fluit en Tamboerkorps, St. Paulus in Schaarsberg. Mm. Daar ben ik begonnen. Later bleek ik wel talent te hebben en ben ik naar het conservatorium gegaan. Heb daar een opleiding, havendirectie gedaan, harmonie fanfare directie. Mm. En ja, al tijdens mijn studie werd ik benoemd bij een harmonie in Geleen. En ja, zo is de bal aan het rollen gegaan. Oké, dus dat dan uiteindelijk word je dan dirigent van het ene koor, van ene harmonie. En dan word je ook nog dirigent van de andere harmonie. Hoe is dat te combineren, twee harmonieën? En je hebt daarnaast volgens mij ook nog een baan? Ja, dat klopt. Ik heb nog een baan. Maar je kunt wel degelijk meerdere orkesten kun je tegelijk bedienen. Kun je tegelijk meer repeteren en tegelijk concerten meegeven. Mm. Als je je spullen maar goed op orde hebt, als je hard werkt, dan lukt dat wel. Dus dat is het vereiste, hard werken, dan lukt het allemaal wel, zeg jij. En wij luisteren intussen ook weer een stukje naar Sint-Gregorius. Ik probeer de twee harmonieën allebei even aan bod te laten komen. Ja, leuk. When the Thames Froze, dat kennen we van Smith en Burroughs. Hè? Tom Smith van Editors en Andy Burroughs van Razorlight. En die hebben dat samen gedaan. En nu horen we bijvoorbeeld Amigos para Siempre op de achtergrond. En dat is dan weer van de harmonie Sint-Gregorius. En we horen daar een Belgische dame met een behoorlijke strot. Even een stukje luisteren. Nou, dit is Ivo weer, hè? Ivo is niet weg te branden. Geweldig. En dit is opgenomen in een kerk. Dus misschien hier en daar wat excuses voor de geluidskwaliteit. Maar ik vind de akoestiek in een kerk altijd mooi. Als het galmt. Daar kun je alle kanten mee op. Ook trompetten klinken zelfs alleen goed in een kerk, vind ik. Als je zonder begeleiding van orkest of wat dan ook, je hoort gewoon kale trompetten. En dat galmt door zo'n kerk heen, dat is helemaal geweldig. Ik denk dat overigens alle instrumenten mooi klinken in de kerk. Ja. En wat wel is met de adventsconcerten, je creëert een bepaalde sfeer, je creëert een bepaalde setting waar mensen, muzikanten, maar ook het publiek zich op zijn gemak voelt. Mm. En we proberen altijd eigenlijk voor ieder wat wils, proberen we wat te creëren. Ja, waar we vaak mee zitten, fanfare, harmonieën, ik struikel er zelf ook vaak genoeg over. Leg mij nou eens even uit, als dirigent van een harmonie, wat is het verschil tussen een fanfare en een harmonie? Een harmonieorkest beschikt over fluiten, hobo's en klarinetten. Ja. En een fanfare niet. Daar zijn de klarinetten worden daar vervangen door bugels. Mm-hmm. En de fluiten worden min of meer vervangen door sopraansaxen. Dat kwam uit een boekje, meneer Logister. Nou nee, kan ik je zo opleveren. Dat droog je gewoon op, hè? Ja, ik ben in mijn verleden ook dirigent geweest van de fanfare in Limbricht. Ja. En ja, dan weet je wel hoe dat eraan toe gaat. Dus de overstap gemaakt van fanfare naar harmonie? Nee, ik heb vroeger aan een harmonie en een fanfareorkest naast elkaar gehad. Dat kan ook. Je bent echt een duizendpoot als ik het zo hoor. Ja, daarnaast ben ik bijvoorbeeld muziekopleider als dwarsfluitleraar en slagwerkleraar. Oké. Okay. Onder andere bij het Fluit en Tamboerkorps in St. Paulus in Schaarsberg. Jezus, man, dat is toch niet. En heb je ook nog tijd over voor privézaken of is dat gewoon je privéleven? Nee, dat is niet mijn privéleven, maar mijn privéleven is er maar mee verweven. Dat mogen duidelijk zijn. Logisch, je hebt van je hobby dan toch gedeeltelijk je beroep kunnen maken. Ja, ik denk meer dan mijn beroep kunnen maken. Ja. Zullen we even een stukje gaan kijken? Want ik vind het wel leuk. Mensen horen nu alleen maar wat en kijken gewoon naar jou en naar mij. Niet dat dat zo schokkend is om naar mij te kijken. Maar ik wil jou graag wel even aan het werk zien. Je hebt, en wij noemen dat dan gewoon een dirigeren, stokje. Maar dat heet anders. Dat heet een... Ja, dat heet een baton. Een baton. Een baton. Ja, dat klinkt echt fantastisch. Ja, geweldig. Laat hem even zien voor de camera. Dit is de baton. Daar doet de dirigent het mee, zeg maar, met het stokje. En die staat dan voor het orkest te dirigeren. En dan hoor ik je denken, ja, Scheep, zou mij interessant, allemaal leuk. Maar ik vind het wel leuk als ik nou dat Amigos para Siempre, zal ik hem hier gewoon laten lopen, dat je hem dan door, dat je hem dirigeert? Ja, probeer maar. Laat me horen. Gaat dat? Nou, oké. Gaan we even live zien. Kijk even naar...
Ferry Logister. Dat was hem gewoon, even zeggen. Dat was hem gewoon. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, leuk. Ja, goed. Dan even live op de radio. Daar had u als luisteraar even niks aan. Kon u even van het orkest genieten. Maar op televisie zag je hem dus wel aan het werk met zijn baton. Want zo heet het, hè? Ja, het heet een baton. Ja, daar hadden we het al over. Ja, daar hadden we het al over. Maar ja, het is gewoon, gewoon leuk om wat te vertellen over harmonie, muziek en fanfare muziek. Zodat je toch bruggen kunt slaan naar de hedendaagse muziek. Ja, ik vind die combinatie, vind ik wat ik al eerder zei, vind ik mooi. Ja, mooi dat die, wij dat noemen die dat crossovers. Ja. Dus dat je brug bouwt tussen traditionele harmoniemuziek, maar ook moderne muziek, musical muziek. Ja, absoluut. Adventconcert in Haarade gezien, vorige week zondag was dat, met Harmonie Sint Gregorius. Er komt er nog een aan, aanstaande zaterdag. En die doe je dan met Sint Callistus ter Winsel, hè? Ja, dat klopt. Ook daar hebben we een avondvullend programma. Mm-hmm. Met een soliste op zang, Veronique Meuvels. Ja. Echt de moeite waard. We hebben daarnaast aanstormend talent. We hebben solisten uit eigen gelederen. Mm-hmm. En er komt een koor, het zangkoor Harmonia uit Simpelveld. En samen maken we er een avondvullend programma van. Dat is echt de moeite waard. Ja, waar vindt het plaats? Dat vindt plaats in de parochiekerk van Ter Winselen, Kerkrade. Parochiekerk Ter Winselen, Kerkrade. Het begint aanstaande zaterdagavond, 13 december. Hoe laat? 19:30. 19:30. En je kunt er gewoon naartoe. Gratis en voor niets. En Veronique die gaat daar de vocalen opluisteren. En dan samen met dat grote koor en de harmonie. En jij staat er weer met je baton voor. Ja. Absoluut. En ik heb er heel veel zin in. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik wens je daar ook ontzettend veel succes. En ik vond het heel erg leuk dat je er was. Roger, heel erg graag gedaan. Los tot zes.